Met deze derde cd hebben we een hele andere sound gecreëerd. En dat is vooral dankzij Bob. Omdat die duidelijk niet meer in dezelfde sfeer wou werken als met de tweede cd. Hij kon zich niet meer vinden in de soul blues die wij maakten en hij wou daar graag uitstappen. Hij heeft dat heel duidelijk naar voren gebracht en we zijn dan ook eigenlijk nu heel dankbaar dat we dat ook veranderd hebben. En dus hebben we, om Bob niet te verliezen, hebben we ons ook allemaal bijgedraaid en zijn we beginnen zoeken naar een stijl waar iedereen zich in kon vinden. En dat is dus wat we nu vandaag horen op onze cd en dan dankzij Mark Thijs zijn inbreng vooral. Denk ik dat we in Blues Circuit iets origineeler uit de hoek komen door er wat andere invloeden in te brengen en het opent meer deuren, denk ik, dus het is iets commerciëler, iets toegankelijker voor een niet blues publiek, maar het blijft nog altijd bluesmuziek. In de studio hebben we inderdaad de nummers vormgegeven en afgewerkt. Mark heeft van een vierkantige plakkerige bol, wat dat onze muziek ook was, heeft hij een mooie gladde bal van gemaakt, zodat het dansbaar is, zodat het groeft, zodat iedereen zijn plaats vindt in de muziek, dat alles mooi met elkaar in harmonie zit en dat is allemaal de verdienste van Mark. We hebben nu 7 jaar getoerd in het bluescircuit en het wordt wel tijd om eens wat andere deuren te kunnen openen. En het is niet dat we daar echt naartoe gewerkt hebben, maar het is zo gelopen en ja, we zijn met hetgeen wat we hebben opgenomen zijn we heel tevreden. Ons eerste cd, moeten we toegeven, waren wij beginnelingen. Wij kennen niks van muziek, er staat ook bijna allemaal alleen maar covers op. Er staan maar 2 eigen nummers op, dus uw eigen inbreng is daar heel miniem in, waardoor ook minder feel hebt met die cd of minder gehecht raakt. De tweede cd was beter, hadden we 8 eigen nummers, konden we ons eigen ei al wat beter kwijt. Maar het verschil met deze cd wat we nu hebben is, als wij nu een playlist maken, vroeger met die andere 2 cd's, kwamen we altijd met dezelfde nummers terug die op die cd stonden. Nu weten wij gewoon niet wat kiezen. We hadden vooropnames gedaan met ideeën die we klaar hadden, waar wij van dachten dat ze klaar waren, totdat Mark ze hoorde en hij hoorde daar echt jaren 70 Swan Blues, Tony Joe White Creedence dingen in. En hij heeft die nummers verder uitgewerkt, dat die allemaal een beetje bijeen passen op de cd. En het resultaat ja, is te horen op cd. Het is echt jaren 70 swamp blues rock. Onze naam Rusty Roots geeft het natuurlijk ook wel weg. Hè. We blijven roots muzikanten in hart en nieren. En uiteindelijk, wij vragen dan ook wel de echte roots nummers aan, like B.B. King, omdat die nummers hebben ook ons alles geleerd wat we nu brengen in ons nieuwe jasje. Zonder die nummers hadden wij deze muziek nooit kunnen maken.
Er zijn nummers die, als je de vooropnames moest horen en dan nu het eindresultaat, die het er niet meer uithaalt. Maar er zijn ook wel een heel deel nummers die qua basis helemaal hetzelfde zijn gebleven. Aan de vorige opnames is dat we hebben deze cd opgenomen in juli, we zijn nu februari. En als ik die in februari nu opzet, ben ik er nog altijd tevreden van. Terwijl de vorige opnames, twee maanden later, zou ik die thuis niet meer opzetten. En nu, bij deze cd is dat anders. Dat blijft tof om op te zetten. Het is als muzikant groeide wel altijd, maar natuurlijk niet op twee maanden tijd. Maar met deze cd blijft echt wel zoiets van, ja, het is tof om te horen. Uiteindelijk is het nog altijd niet zo verschillend met wat wij brengen. Is het nog altijd blues, is het nog altijd rootsmuziek. Zover zijn we daar nog niet van afgestapt, denk ik. Het klinkt gewoon heel moderner waarschijnlijk dan de authentieke bluesnummers van vroeger. Maar ik denk dat we niet echt de voeling, dat we nu meer een bluesplaat gemaakt hebben dan de tweede. De tweede vond ik nog iets meer soul getint en minder echte blues riffs. En dus de kracht van de blues, wat dat is een sterke riff en een sterke zanglijn. En meer moet dat niet zijn, daar bouwt je een heel nummer op. En dat denk ik dat we dan nu terug meer hebben. Dat we meer sterke riffs hebben met Bob en goede zanglijnen die we in de tweede CD iets minder hadden. Dus ik denk dat we dichter bij de blues zitten nu dan met de andere CD. Wij zijn bluesmuzikanten in hart en nieren en dat zal er altijd blijven inzitten. En uw roots mogen we niet verloochenen, dus waarom niet nummers kiezen waar je altijd naar achter gestaan. Ja, voor mij is bluesmuziek het mooiste wat er ooit gemaakt is en dat blijft voor mij ook zo. En dat zult ook terug horen in de nieuwe cd. Het is voor veel mensen misschien geen blues meer, maar als je echt gaat luisteren dan hoor je toch nog altijd de blues erin, dus dat zal ook altijd zo blijven bij Rusty Roots. Mr. Reverend Hot Rod, Mr. Bob, Mr. Todd, Mr. Body. See you next time. Thank y'all so much.